Het lijkt wel winter, vinden jullie? Zo koud. Ik ga iets maken dat een winters karakter heeft. We gaan een sneeuwmannetje maken. En vaak zie je ballonnen sneeuwmannen met ronde ballonnen gemaakt. Dat is heel leuk. En er weinigen die het kunnen maken met een 260 ballon. Maar vanaf nu ben jij erbij. Pomp de ballon op. Een witte ballon, want het wordt een sneeuwman. Met 7 puffs. En we gaan eraan beginnen. Hè. We maken een hoedje met een appeltwist van pakweg 2 vingers. Het hoedje van de sneeuwman. En ik ga de belichting een beetje minder zetten. Met die witte ballon is het allesbehalve ideaal om zo te kijken. Hè. Voilà, beter. Zien jullie meer contrast? Ik hoop van wel en ik hoop dat jullie mij nog zien zitten. Dus, we beginnen met het hoedje. Een appeltwist van 2 vingers. Dan maken we 2 pinchtwists van, maken we eigenlijk eerst 2 bubbels van 1,5 vinger. En die gaan we pinchen. En zo alles een beetje in model brengen. Dan krijgen we de hoed van onze sneeuwman. Maken we het hoofd van de sneeuwman met een bubbel van 3 vingers. Dan gaan we 2 onderste bollen maken. Opnieuw een bubbel van 3 vingers. Groter, 3,5 vinger. 3,5 vinger. Hier gaan we lock twisten. En dan gaan we een bird body van maken. Dus nog een bubbel te maken van 3,5 vinger. En die rollen we erdoor. Ja, niet moeilijk. Je zou toch mee moeten zijn. Hè? Dus appeltwist, 2 pinchtwists, bubbel van 3 vingers, bubbel die van 3,5 vingers. Dan gaan we de rest van het lichaam maken. Maak ik een bubbel van 5 vingers. Nog een bubbel van 5 vingers. En u raadt het al, we maken een birdbody van 5 vingers. Maar die birdbody willen we graag nog dikker hebben. Dus we maken hierin nog een bubbel van 5 vingers. En de rest van de ballon doen we weg. En hier maak ik een knoopje in. Die vierde bubbel van 5 vingers, die twist ik zo nog rond. En de overschot van de staart gaat naar beneden. En voilà. We hebben onze sneeuwman. Sneeuwman afwerken kan met bijvoorbeeld een stukje scrap. En dan geef je hem een sjaaltje. Wit, bijvoorbeeld. En met een ander stukje scrap. Dan blazen we lucht in, maar we blazen hem niet op. Gewoon dat hij vol met lucht zit. Knappen die af. En dan kunnen we daarmee nog een bezem maken. Het is nog wel een hele korte bezem. Maar zo zetten. Dat is een zwaard van de sneeuwman. Je kunt er een beetje mee spelen. Hè. En met de Sharpie tekenen we er ook een gezichtje op. Een wortelneus. Ik teken bolletjes om de mond te maken, want ja, we maken dat van stenen die we hier en daar vinden. En ziezo, onze sneeuwman is klaar. Heel simpele sneeuwman. Zet dat ergens, als je dat ergens wilt zetten. Hè. Ik heb al in ergens de basiscursus of zo al gezet. Je zegt als je dat ergens wilt opzetten, doe er nog een stuk ballon onderdoor, tussendoor. Zo. En dan kun je die knopen op gelijk wat je maar wilt. Bijvoorbeeld op je arm. Voilà, dat is de sneeuwman van deze les. Maak hem en post hem in de winter. Maak er foto's van in de winter in uw tuin. En dan wil ik nog wel eens zien op het forum. Als je deze les nu volgt en het is lente, zomer of herfst, vergeet dan niet dat je de sneeuwman geleerd hebt en maak een foto in de winter.
gaat het forum des te vrolijker maken. Bye!